Misschien hebben jullie het boek. Pak je boek. Pak je schrift. We gaan beginnen met een nieuwe les. Wij zijn bezig met les 8 uit het boek. En wij gaan vandaag grammatica doen, schrijven en spreken. Ad zegt, het wordt een moeilijke les. Maar wij gaan proberen om deze les makkelijk te maken. Zoals altijd. Maak het leven makkelijk. Goed, er zijn al 123 mensen in de les. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. We gaan beginnen met de les en ik ga eerst iets vertellen over de zin. We hebben al heel veel zinnen gemaakt. Jullie kennen nog de zin: Maria luistert in de keuken naar de radio, toch? Die zin hebben jullie al vaak gehoord. Dat is een voorbeeldzin. Wat heb je nodig in een zin? Minimaal. We kunnen helaas niet alles in de chat zien. We kunnen jullie antwoorden niet in de chat zien. Misschien komt dat later nog. In de zin heb je een persoon nodig. In het voorbeeld is dat Maria. En je hebt een werkwoord nodig. Luistert. Maria luistert. Dat is het minimum. Dat heb jij nodig voor de zin. Oké. En ik heb nu een zin als voorbeeld opgeschreven. Ik lees de krant. Je begint met de persoon en daarna komt het werkwoord. Mijn vingers zijn glad. Goed. Deze twee horen bij elkaar. De persoon en het werkwoord blijven bij elkaar. Oké, dat is belangrijk voor deze les. We gaan beginnen met een makkelijke zin. Maar ook de moeilijkere zinnen kun je daarna beter maken als je dit weet. De persoon en het werkwoord houden van elkaar. Dus zij staan dicht bij elkaar. Oké, geen 1,5 meter afstand. Goed, we gaan kijken naar de eerste foto. In de eerste foto zie jij 3 kolommen. Wij kijken nu eerst alleen naar de eerste kolom. Ad zei, het wordt een moeilijke les, maar wij gaan de les in stappen doen. Dat betekent dat wij niet alles in deze les doen, maar we hebben meer lessen voor dit onderwerp. Het gaat over de persoonswoorden. In de eerste kolom zien jullie, ik heb een boek. Niks nieuws, dat is bekend bij jullie. Jij hebt een boek. Hij heeft een boek. Zij heeft een boek. Wij hebben een boek. En zij hebben een boek. Oké, niet moeilijk. Best makkelijk. Nou, met deze woorden, deze persoonswoorden, hebben jullie al veel geoefend. Daarom gaan we nu een oefening maken waarin we deze woorden gebruiken. Ga naar oefening 1. Oké. Schrijf het goede persoonswoord in de zin. Bijvoorbeeld, de man heeft een telefoon. in de tweede zin heeft een relatie met de eerste zin, ga jij de man vervangen door hij. Dus je schrijft een ander woord voor de man. We gebruiken hier een persoonswoord, hij. Hij belt zijn moeder. Oké, zin 1. Ik ga naar school. Pak je pen en schrijf in jouw schrift de tweede zin. De eerste zin hoef je niet te schrijven, maar de tweede zin ga je schrijven. Wat doe je nu? Je leest de eerste zin, je ziet, daar staat ik. En je ziet de tweede zin, daar staat zit. Nou, die is makkelijk toch? Zit met 20 cursisten in de klas. Schrijf de complete zin in jouw schrift. De complete tweede zin. Karel en Tim gaan naar de supermarkt. Nu ga je Karel en Tim vervangen door een persoonswoord. Schrijf niet Karel en Tim, maar schrijf een persoonswoord. Doen elke dag veel boodschappen. Bij 3 hebben we maar 1 zin, dus kijk je heel goed naar het werkwoord. Wat is de vorm van het werkwoord? Dan weet je ook welk persoonswoord hier moet komen. In de auto luister naar muziek. We gaan even kijken wat Ad heeft opgeschreven in zijn schrift. Dit is wat Ad heeft geschreven in zijn schrift. Onderstreept zie je het woord dat hij zelf heeft bedacht. Onder dat woord staat een streep. Makkelijk? Ja, toch? Oké, zin 4. De kok doet de aardappels in een pan. Maar moet ook water in de pan doen. Wie moet water in de pan doen? De kok. Schrijf een ander woord voor de kok. Schrijf een persoonswoord. Vijf. Maria koopt groenten in de supermarkt. Moet bij de kassa betalen. Wie moet bij de kassa betalen? Oké, we gaan even terug naar de vorige dia om nog iets anders uit te leggen. Nee, niet naar de vorige, naar de tweede dia. Deze. Ja, dat is de goede dia. Er zijn ook enkele bijzondere persoonswoorden, die gaan wij zo meteen zien. Bijvoorbeeld u. Ik zeg nu steeds je en jij en jou tegen jullie. Maar als je praat met iemand van de gemeente bijvoorbeeld, of met de dokter, dan gebruik je het woord u. En je gebruikt dat ook bij oudere mensen. In cursusboeken zie je vaak het woordje u. En de duo, als de duo schrijft, dan gebruikt duo ook het woord u. Oké. In het cursusboek staat dan, u maakt een oefening. De docent geeft u een oefening. Dit is uw oefening. Dat is één bijzonder persoonswoord. Een ander bijzonder persoonswoord is het. Ja, niet het van het boek. Nee, een andere het. Ja, ik zei net, het is zonnig in Aardenhout. Het is zonnig. Het regent niet. Het regent. Het waait. Het is mooi weer. Het is druk. Het is leuk. Dat is een bijzondere vorm van het. En dat gaan we ook zien in de volgende zin. Als wij teruggaan naar de oefening. En dan komen we bij zin 6. Het is heel slecht weer. Stormt. Wie het boek heeft, kijkt nu op pagina 95. Kijkt snel terug. Maar wij gaan even niet terug naar de vorige foto. Probeer het uit je hoofd. 7. Je moet eerst de tube tandpasta openen. Daarna moet jouw tanden poetsen. Welke persoon schrijf je hier? Zin 8. Ik zie op Facebook veel foto's en filmpjes. Dat vindt niet altijd zo leuk. Oké, 9. In dat huis woont mijn moeder. Woont daar alleen. En zin 10. Mijn broers en zussen wonen in Amerika. Daar al 20 jaar. Goed. Ad wil nog graag zijn schrift laten zien, dat mag. Hij heeft heel mooi geschreven. Hij is blij. Hij heeft alles opgeschreven, net als jullie. Toch? Oké. We gaan de goede antwoorden ook nog in een foto laten zien. Dat doen we nu. Kijk naar oefening 1. 1. Ik zit met 20 cursisten in de klas. 2. Zij doen elke dag veel boodschappen. 3. In de auto luister ik naar muziek. Maar één ding kan goed zijn hier. Bij luister hoort alleen ik. 4. Maar hij moet ook water in de pan doen. 5. Zij moet bij de kassa betalen. 6. Het stormt. Het stormt. Dat was het bijzondere het woord. 7. Daarna moet je jouw tanden poetsen. 8. Dat vind ik niet altijd zo leuk. 9. Zij woont daar alleen. En 10. Zij wonen daar al 20 jaar. Oké. Goed. Dit was makkelijk. Okay. We zijn begonnen met een zin. En daarin horen ik en lees bij elkaar. Ik en lees horen bij elkaar. Maar wat als je nu iets anders wilt doen? Wij gaan even kijken naar een andere dia. Oké, deze dia. Dan hebben we andere persoonswoorden, want die worden niet alleen gebruikt bij echte personen, maar ook in de plaats van dingen. En een ding is dan, dat is echt moeilijk, moeilijk, zegt Ad. Ja, moeilijk, moeilijk, wacht Ad. Ik ga het uitleggen. Ik ga het makkelijk maken. Dan is er één persoon in de zin. De man heeft een telefoon. De man ga je vervangen door hij. Want je wilt niet de hele tijd hetzelfde zeggen. De man heeft een telefoon. Hij gebruikt hem. Elke dag. Hij gebruikt hem elke dag. Oké. Dus de man heeft of hij gebruikt, die horen bij elkaar. Maar nu krijg je een nieuw ding. Die telefoon. Dat nieuwe ding kan dan niet een hij zijn. Nee. Daar hebben we een ander woord voor. En dat woord is, bij de woorden, wordt dat hem. Ik hoor al een vraag. Ik kan de chat niet lezen, maar ik hoor een vraag van jullie. Is een de-woord altijd een hij? Ja, dat doen we wel. Wij doen een hij voor de de-woorden. En die hij wordt hem. Als het niet de persoon is die bij het werkwoord hoort. Oké. Ik ga jullie nog iets laten zien. Ik schrijf. Oké. Goed. We hebben het volgende plaatje. Ik lees blijft bij elkaar. En het andere persoonswoord wordt veranderd. We hadden de krant. En de krant wordt hier hem. Simpel toch? We gaan terug naar de dia. Het tweede persoonswoord in de zin wordt hem. Bij een het-woord is dat anders. We lezen de tweede zin. De vrouw doet het boek in de tas. De vrouw wordt zij. Zij doet. En het boek wordt het. Blijft het. Geen probleem. Ook simpel. Zij doet het in de tas. Zetwoorden blijven het. Dan blijft er nog over als je het over meer dingen hebt. Bijvoorbeeld, in de derde zin, de man heeft 3 auto's. Dan kan je niet meer zeggen, hij brengt hem naar de garage, want hem is maar 1 ding. Dan gebruik je ze. Dus bij het meervoud, bij meer dingen gebruik je ze. Bij de woorden gebruik je hem, als het het tweede persoonswoord is. Bij het woorden gebruik je het, makkelijk. En bij meer dingen gebruik je ze, als het een tweede persoonswoord in de zin is. Ik denk dat jullie nu klaar zijn voor de tweede oefening. We gaan kijken naar de tweede oefening. Hier hebben we boven de oefening geschreven uit welke woorden jij kunt kiezen. Je gebruikt of hij, of hem, of het, of ze. Mensen die het boek hebben, hebben een voordeel. Zij kunnen terugbladeren naar de pagina om te kijken. Maar wij blijven even op deze pagina. Oefening 1. Daar ligt mijn telefoon. Wil je even aan mij geven? Schrijf de tweede zin in jouw schrift. Telefoon. Was dat de of was dat het? Telefoon is de. Zin 2. Hij vindt die auto wel mooi, maar hij kan niet betalen. Nu zien jullie hoe belangrijk het is om alle woorden te leren met de of het. De auto. Drie. Dat huis is niet in Amsterdam. Ik ga niet kopen. We laten weer even zien hoe dat in jouw schrift komt. Met een cirkel om het eigen antwoord. Goed, de complete zin, zoals meestal. Zin 4. De pen ligt op tafel. Is van jou. Zin 5. Het boek zit in je tas. Wil je even uit je tas pakken? Zes. De boodschappen liggen in de auto. Wil jij uit de auto halen? De boodschappen. Is dat één of meer? Zeven. Het vlees moet je in de koelkast leggen. Je kunt lang bewaren. Dit is een cadeautje. Het vlees moet je in de koelkast leggen. Zin 8. Hey, Peter, pak het wc-papier even voor mij. Ik heb nu nodig. Help! Die krijg je ook cadeau, hè? Dat wc-papier. 9. Hebt u nog een kassabon? Kunt u aan mij laten zien? Het bon of de bon? Tien. Ik koop de boodschappen via internet. Albert Heijn brengt bij mij thuis. 11. Ben je klaar met schrijven, Ad? Oké. Was dit moeilijk? Wees niet bang. We gaan oefenen. Deze les komt nog 3 keer. Steeds nieuwe oefeningen, maar de grammatica van deze les gaan we herhalen. Pavtarenje mat uchenje, zeggen ze in het Russisch. Oefenen is de herhaling is de moeder... Nee, ik zeg het fout. Herhaling is de moeder van het leren. Dat is het. Dat gaan we doen. Oefenen. De volgende oefening... kunnen wij nu gaan doen. Oefening nummer 3. De antwoorden. Nee, de antwoorden gaan we eerst bekijken. We gaan eerst de antwoorden bekijken. Oefening 2. Wil je hem even aan mij geven? Wil je hem even aan mij geven? 2. Maar ik kan hem niet betalen. De auto. Ik kan hem niet betalen. 3. Ik ga het niet kopen. Het huis. 4. Hij is van jou. De pen. Die was makkelijk, hè? 5. Wil je het even uit je tas pakken? Het boek. 6. Wil je ze uit de auto halen? De kinderen. De boodschappen. Je kunt het lang bewaren. Het vlees. 8. Ik heb het nu nodig. Het wc-papier. 9. Kunt u hem aan mij laten zien? De kassabon. Jawel. 10. Albert Heijn brengt ze bij mij thuis. Dat zullen de boodschappen dan wel zijn. Ja. Hebben jullie alles goed? Dikke duim. Oké, dan zijn jullie nu klaar voor oefening 3. Oefening 3 is een normale oefening. Jullie hebben deze oefening al vaker gezien. Zet de woorden in de goede volgorde. Zet het werkwoord in de goede vorm. Begin met de persoon. Voorbeeld, in de keuken, zij luisteren naar de radio. Nou, wij weten dat deze zij, dat is Maria. Zij luistert in de keuken naar de radio. Oké. Je begint bij de persoon en daarna komt het werkwoord. Het werkwoord staat op de tweede plaats. Altijd? In het Nederlands? Ja, altijd. Maar niet als het op de eerste plaats staat. Tja! Zin 1. Poetsen. Hij. 2 keer per dag. Zijn tanden. Dus hij... Schrijf in je schrift, Ad. met een pen op papier de yoga van de taal. Goed zo. Wat jammer dat ik de chat niet kan zien. 2. De frisdrank willen in haar glas doen, zij. Ah, in deze zin zien jullie twee werkwoorden. Het speciale werkwoord willen is eerste werkwoord. Eerst komen de speciale werkwoorden. Drie. In de oven bakken haarcake mijn moeder. Zin 4. Hun nieuwe iPhone gaan zij morgen bij de MediaMarkt kopen. Wat is hier het eerste werkwoord? Het eerste werkwoord is gaan, maar zoek de goede vorm. Ja, is het coronatijd of is het geen coronatijd? Is het één persoon of is het meer personen? Tegenwoordig gaan wij in ons eentje naar de winkel. Maar in deze zin mag je ook met meer personen gaan. Geen probleem. 5. Wij onze koekjes in de trommel doen moeten. Kijk wat het speciale werkwoord is. Dat komt eerst. Anders worden de koekjes oud. Wat is een trommel? Nederlanders bewaren hun koekjes in een trommel. In een soort doos. 6. Gaan uw koffiezetapparaat de verkoper voor u inpakken? Oké. De verkoper, ja, je begint met de verkoper. Zin 7. Onze boodschappen elke dag met de auto brengen Albert Heijn bij ons thuis. Zin 8. Willen ons oude brood nooit mijn man weggooien. Schrijf in jouw schrift. Oké. 9. Je moet een olie eerst in de koekenpan doen. En de laatste zin, 10. Willen met haar mes snijden de vrouw haar brood. Oké, we gaan deze oefening zo nakijken. Maar ik wil jullie op deze foto nog even laten zien de link naar de website van het boek www.adappel.nl/boek A2. Daar kun je alle zinnen nog luisteren, alle goede zinnen, en nazeggen. Dat is ook een goede oefening. Dat kun je dus doen op deze website. En achter in het boek gaan we nu de oefeningen laten zien, de goede antwoorden laten zien. Oké. 1. Hij poetst zijn tanden 2 keer per dag. Hij poetst 2 keer per dag zijn tanden. 2. Zij wil de frisdrank in haar glas doen. 3. Mijn moeder bakt haar cake in de oven. 4. Zij gaan morgen hun nieuwe iPhone bij de MediaMarkt kopen. 5. Wij moeten onze koekjes in de trommel doen. 6. De verkoper gaat uw koffiezetapparaat voor u inpakken. 7. Albert Heijn brengt onze boodschappen elke dag met de auto bij ons thuis. 8. Mijn man wil nooit ons oude brood weggooien. 9. Je moet eerst olie in de koekenpan doen. En 10. De vrouw wil haar brood met haar mes snijden. Oké, ik laat jullie zien wat Ad heeft geschreven. Ja, Ad heeft hier heel mooi een cirkel gezet om de persoon. En een vierkant om het werkwoord. En hij heeft ook nog een cirkel gezet om het woord dat bij de persoon hoort. Bijvoorbeeld, zij wil de frisdrank in haar glas doen. Mijn moeder bakt haar cake. Zij gaan morgen hun nieuwe iPhone bij de MediaMarkt kopen. Ik ga jullie laten zien in een andere foto hoe de woorden van bezit zijn. Ik ga een voorbeeld geven bij alle woorden van bezit. Ik heb een boek. Dit is mijn boek. Jij hebt een auto, want dit is jouw auto. Hij heeft een huis, dit is zijn huis. Zij heeft een zoon, dit is haar zoon. Wij hebben een school, dit is onze school. Jullie hebben een leraar, dit is jullie leraar. Zij hebben een kat, dit is hun kat. Derde kolom, sorry. Derde kolom staat dat. Oké, met deze woorden zien jullie nu. Jullie hebben de woorden geschreven. Jullie hebben de woorden nog niet zelf hoeven bedenken. Dat gaan jullie in een volgende les doen. Niet alles tegelijk. Wij gaan nu stoppen met de grammatica en wij gaan iets anders doen. Jullie zijn moe van het schrijven, moe van het denken, misschien. Dit is heel veel informatie. We gaan het stap voor stap doen. Volgende week zijn er nog 2 lessen met dit thema, met dit onderwerp van de persoonswoorden. Wat gaan we dan doen? We gaan zoals altijd ook nog spreken. Spreken is ook schrijven voor jullie. We gaan kijken naar vragen en we gaan luisteren naar vragen. Jullie gaan luisteren naar vragen. Ik lees de vragen. Misschien kun jij het antwoord in je schrift schrijven zonder te kijken naar de vragen. Probeer het. Lukt het niet? Jij kunt altijd nog even spieken, toch? Goed. Het voorbeeld. Waar wil je graag wonen? Antwoord. Ik wil graag in het Witte Huis wonen. Goed. Maak de zin kort. Schrijf de informatie die nodig is. Schrijf niet meer. En gebruik de woorden uit de vraag. Dat zijn de tips voor jou vandaag. Zin 1. Bij welke supermarkt doet u de boodschappen? Bij welke supermarkt doet u de boodschappen? Doet u, want dit is een lesboek. We schrijven u en ik zeg je. 2. Welke winkel vindt u het leukst? Welke winkel vindt u het leukst? Gebruik de constructie van de vraag. Misschien moet je hier even kijken naar de vraag. Drie. Hoe duur is het brood bij de bakker? Hoe duur is het brood bij de bakker? Oké, ik ga jullie wat laten zien. Dit zijn goede zinnen. Ik doe de boodschappen bij de Jumbo. Ik vind de HEMA het leukst. Het leukst komt achteraan. Het brood bij de bakker is €3. Het brood bij de bakker hoort allemaal bij elkaar. En het werkwoord komt op de tweede plaats. Kijk, we gaan verder. 4. Wie koopt vandaag het vlees? Wie koopt vandaag het vlees? Henk of Ingrid? Wat denken jullie? Vijf. Waar is uw kassabon? Waar is uw kassabon? Zes. Wat koopt u bij de apotheek? Wat koopt u bij de apotheek? Niet huilen, Erdem. Wat is het probleem? Zin 7. Wanneer doet u de boodschappen? Wanneer doet u de boodschappen? Acht. Hoe duur is de zeep? Hoe duur is de zeep? Negen. Wat doet u in de tas? Wat doet u in de tas? 10. Met wie wilt u naar de winkel gaan? Met wie wilt u naar de winkel gaan? 11. Wat moet u vandaag kopen? Wat moet u vandaag kopen? 12. Waar kan ik een brood kopen? Waar kan ik een brood kopen? 13. Hoeveel geld wilt u uitgeven? Wat was dat ook alweer, uitgeven? Dat was in de woordenlijst. Uitgeven, betalen. 14. Kan ik u misschien helpen? Kan ik u misschien helpen? 15. Wilt u dit voor mij inpakken? Wilt u dit voor mij inpakken? Oké. Goed. Zullen we kijken naar goede antwoorden? Goed idee. Daar gaan we. Oké. Zin 1. Ik doe de boodschappen bij Albert Heijn. Of bij de Jumbo. Of bij de Spar met Jantien en Truus. 2. Ik vind de HEMA het leukst. 3. Het brood bij de bakker kost €3. Maak alles makkelijk. Gebruik alleen minimale woorden. 4. Mijn vader koopt vandaag het vlees. 5. Mijn kassabon zit in mijn portemonnee. 6. Ik koop medicijnen bij de apotheek. 7. Ik doe elke dag boodschappen, zegt Henk. 8. De zeep kost €2. 9. Ik doe de boodschappen in de tas. 10. Ik wil met mijn zus naar de winkel gaan. 11. Ik moet vandaag groenten kopen. 12. Ik kan brood bij de bakker kopen. Niet bij de kapper, bij de bakker. De kapper is gesloten. 13. Ik wil €50 uitgeven voor die broek. 14. Ja, graag. Ik zie geen persoon. Ik zie geen werkwoord. Kan ik u misschien helpen? Ja, graag. Oké. Wilt u dit voor mij inpakken? Ja, alstublieft. Oké. Ja. Voor deze antwoorden is dat geen probleem, dat je geen persoon schrijft en geen werkwoord. Dit is spreektaal. In spreektaal kun je ook wel zonder persoon en zonder werkwoord kort iets zeggen. Oké. Dit was de les voor vandaag. Jullie hebben veel geleerd. Misschien is jullie hoofd zwaar van alle informatie. Maar nu is het weekend. In het weekend is er geen les. In het weekend kun je nog een keer rustig kijken. Ah, het is geen weekend. Het is donderdag. Morgen is er nog een les. Morgen is er een rustige les zonder grammatica. Dat is waar. Morgen is er een leuke les met lezen en luisteren. En jullie kunnen lekker verder schrijven in je schrift en verder oefenen en nadenken over de grammatica van deze les. Deze les komt ook op YouTube. En ja... Wij wensen jullie een fijne middag en tot morgen. Morgen zien we elkaar hopelijk weer.